Dit is een superklein eiland. En dit is een mega groot eiland. De komende 50 jaar moeten we hierop overleven. Nou jongens, met een klein eiland bedoel ik ook echt klein. Nou, ik heb wel een groot eiland, maar ik had maar 10 euro voorbereidingsbudget. En dit zijn uiteindelijk al mijn producten. Ik dacht het wel, maar dit wordt echt niet leuk. Ik had dus 1000 euro voorbereidingsbudget. En daarvan heb ik een rugtas gehaald met allemaal spullen om te overleven. En ook nog een tent, stretcher, genoeg eten en zelfs een wc. Maar ja, ik weet niet eens of mijn tent wel op het eiland past. Stap 1 is om voor het donker een goede slaapplek te hebben. En ik moet ook echt beschut liggen, dus ik moet een eigen hut gaan bouwen. Waar ben ik aan begonnen? Na lang te hebben rondgelopen kwam ik bij deze plek. Dit wordt mijn slaapplek. Kijk dit uitzicht ook. Prachtig. De reden waarom ik deze plek heb gekozen is deze tak. Deze kan ik goed gebruiken als basis van mijn hut. Ik moet de camera toch nog pakken. Nu zit er maar één ding op. Hout hakken. Het voelt een beetje als Minecraft. Ah! Jullie beseffen niet hoeveel moeite één zo'n tak kost. Ik moet ook nog opschieten, want voor het donker moet ik echt een hutje hebben. Anders ga ik het gewoon niet volhouden. Ik kan mijn eiland wel gaan ontdekken, maar zo groot is het niet. Ik moet gewoon een plek hebben voor mijn tent. En daarvoor moest ik het gebied vlak maken met mijn bijl. Oh, shit, shit. Ik ben de bijl kwijt. Dat was bijna fataal. De tent. Dit gaat moeilijk worden alleen, denk ik. Oh, jongens, de tent. De gebruiksaanwijzing in het Frans, Italiaans, Turks, Duits, Chinees. Niet eens in het Nederlands. Dus toen begon ik maar zonder gebruiksaanwijzing. Alleen dat ging niet helemaal goed. Ik snap er helemaal niks van. Jongens, ik ben serieus een half uur verder, maar de tent staat nog steeds niet. Ik snap echt niet hoe dit ding werkt. Ik moet iets met touw. Maar ja, waar moet ik de touw aan vastknopen? En de laatste. Zoals jullie zien heb ik een aardige voorraad balken. En deze kan ik nu hier tegenaan gaan zetten. Maar eerst moet de vloer natuurlijk een beetje schoon zijn. Dan is het nu tijd om de eerste balk hier tegenaan te zetten. Dit wordt zo nice. Ja, en nu moet dit dus helemaal bedekt komen eigenlijk. Ik zie me hier vannacht wel al slapen, eerlijk gezegd. Woehoe! Holy shit jongens, check dit. En dit hier wordt de officiële ingang. Kijk hoe knus het er nu al uitziet. Na nog even alles vastgeknoopt te hebben, kon ik beginnen aan de bedekking. We hebben heel veel bladeren nodig. We hebben dus allemaal van dit soort takjes nodig, met heel veel bladeren. Alleen deze hebben niet veel bladeren. Het moet gewoon helemaal vol zijn. Hoppakee. Ik heb zojuist één touwtje in de grond gedaan. En dan hoop ik hem via de andere kant rechtop te krijgen. Jongens, breaking news, er is een begin, er is een begin. Ja, ik weet niet of je dit een tent kunt noemen, maar het moet er dadelijk wel uitkomen te zien als een tent. Ik zie serieus geen grappen, ik heb denk ik 3 uur gedaan over deze tent opzetten. Zijn jullie benieuwd naar de rondleiding in de tent? Ja Jesper. Dat dacht ik al. Wauw. En dan kom je hier zo de tent binnen. Ik heb er echt zoveel ruimte. En dit wordt tevens ook mijn slaapplek dus. En het is tijd om de tent te gaan inrichten jongens. Oh. Wat is dit nou weer? Processierups. Processierups. A few moments later. Het bed staat. We gaan het bed ook testen natuurlijk. Dat ligt wel lekker. Nu ik het bed in de tent had staan, besloot ik om er even op te gaan liggen. Oh jongens, de bedoeling was om de tent in te richten. Ik ben in slaap gevallen. Oei oei oei. Dit ding ligt best lekker. Dit scheelt heel veel. Ondertussen werd het pikken donker. Het begint nu ook serieus echt af te koelen. Ik ben nog nooit alleen in een bos geweest. Ik ben wel echt trots op mijn hut. Omdat ik zo bang was, besloot ik maar binnen te zitten. En dit is ook meteen het moment dat ik voor de eerste keer ga drinken en ga eten. Dit is zo lekker nu. Ik zweer het. De rest bewaar ik. Hier zit alleen maar water in. Maar zoals jullie weten heeft Airup geurpots. Die kan je erop klikken, omhoog trekken. En als je nu drinkt, lijkt het dus of je een smaakje proeft. Dit voelt wel goed. Na nog een kleine verkenning ging ik maar proberen te slapen. Het is het eerste in mijn leven dat ik op de grond slaap.
Ik ga er maar gewoon in liggen. Ga ik er met schoenen in, ja of nee? Ik denk het wel, anders krijg je het veel te koud. Het scheelt dat je een fijne muts hebt, want ik heb ook geen kussen. Ik heb het nu heel warm, eerlijk gezegd. Oh nee. Ik ga me gewoon proberen te slapen. Ik heb nog een eigen armband gemaakt. Jongens, rusten. Maar voordat het donker begint te worden, wil ik eigenlijk de buitenkant van mijn tent ook ingericht hebben. En daarvoor heb ik een Aero parasol en strandstoel. Maar voor degenen die het nog niet wisten, deze video wordt gesponsord door Jongens, dit is echt lekker. Het begon steeds donkerder te worden en dat betekent ook dat het steeds kouder werd. Het begint al aardig donker te worden en dat betekent ook dat de temperatuur daalt. Maar gelukkig heb ik een verwarmde jas op accu. Dat betekent dat mijn jas nu gaat verwarmen. Ik had nog even buiten gezeten, maar toen werd het toch echt tijd om naar bedje te gaan. Daar gaan we dan jongens, naar bed. Ik moet zeggen, ik had het kouder verwacht hier in de tent. Ik ga slapen. Ik hoop dat ik lekker kan slapen hier in het tentje. En tot morgen. Ik moet vandaag echt vuur gaan maken. Anders wordt het echt heel zwaar. Ik ben helemaal vochtig en heb het zo koud en dat is niet bepaald fijn. Touwtje. Omdat ik me zo smerig voelde en het gevoel had dat er allemaal insecten in mijn broek zaten, besloot ik me te gaan wassen. Wat doe ik mezelf aan? Ik ga het water in. Dit is zo koud. Ik heb me laten vertellen, niet in paniek raken. Dat is niet gelukt. Denken jullie wat ik denk? Woe! Ja! Oh, heerlijk. Zo, ik heb nu geen onderbroek aan. Die was nat. Daar ga ik even niet over nagedacht. Oh, jongens. Wat een dramatische nacht. Ik heb een partij slecht geslapen. Oh, het waaide zo hard vannacht. Dat is niet normaal. De parasol is een beetje weggewaaid. Dus dat ga ik even fixen. Oh, nee. Oh, shit. Nee! Nee! De parasol! Oh nee. Tja, dat is pech. Parasol weg. Maar goed, ik had wel een lekker frikandelbroodje. Aanschouw hier, mijn toilet. Even een mooi plekje zoeken waar ik het urinoir kan plaatsen. En daar kan ik nu lekker een plasje plegen. Zo jongens, dat lucht op. Het scheelt dat ik meerdere Aero-flessen bij heb, dus ik heb altijd genoeg water. Je kan nu ook een cadeau scoren voor jezelf of voor een ander op de Aero-website. Ze hebben nu namelijk feestdagenbundels. Hey! Voor de rest van het assortiment kan je de kortingscode EILAND gebruiken voor 10% korting. Ik vind mijn baas een beetje te saai. Ik word er niet zo vrolijk van. Eerst even paadjes maken. Zo, de paadjes zijn gecreëerd en nu ga ik het afwerken met dit soort boomstronken. Yes! Oh, mijn bek af. Zo. En dan vind ik het nu persoonlijk al best leuk uitzien. Ik heb officieel een groot probleem. Hij is afgebroken. Oh nee. Voor mijn kampvuur begon ik in het midden alvast een gat te graven. Maar ik heb een heel leuk idee. Zoals jullie zien ligt hier allemaal mos. En dit gaat het dan een beetje een mooi groen kleurtje geven. De eerste laag is een fei. En dan leg ik dit allemaal mooi langs de randen. Ik ben hier in totaal serieus zonder grappen 5 uur mee bezig geweest. En wil je nou zo'n mooie glowmovies trui? Die kan je kopen op www.glowmovies.nl. Het klinkt misschien raar, maar als ik hier wegga, dan ga ik deze plek denk ik een beetje missen. Ik hoop vannacht dat het niet zo hard gaat waaien als afgelopen nacht. Maar ik heb wel een leuk nieuwtje. Een vishengel. Geen idee hoe dit werkt, maar ik ga vissen. Jongens, dat gaat dan. Zo. En nu werkt als het goed is. Ik heb geholpen. Het zou toch mooi zijn als ik hier een vis vang? Zit er een vis aan, ja of nee? Nee, helaas. En na nog een uur te hebben gevist, had ik nog steeds niks gevangen, helaas. Dus verder, geen succes. Het is tijd om alvast goede takjes te vinden voor het kampvuur. Ik moest vooral op zoek gaan naar dun en droog hout. Ik heb nu hopelijk genoeg om het straks aan te krijgen. En ook heb ik uit verveling nog even een leuk paadje gemaakt. Ik ben al op een punt aangekomen dat het echt niet meer leuk is. Echt niet. Nou, ik hou het al vol. Het is onderhand weer pikken donker en ik begin het echt koud te krijgen. Dus het is tijd om vuur te maken. Ik heb een mes met daarbij een vuursteen. En als je deze keihard over elkaar heen strijkt, krijg je vonkjes. Jongens, dit moet echt lukken, want ik heb het nu zo koud, ik zweer het. Oh, bijna! Oh, bijna jongens! Ik heb een heel slim idee. Ik heb hier nog touw liggen. Ah, kom op. Echt waar? Ik heb het letterlijk nog 2 uur lang geprobeerd, maar het lukte me echt gewoon niet. Ik ben zo teleurgesteld. Nu heb ik een half van een frikandelbroodje.
En dan ga ik maar snel in mijn slaapzak liggen, want ik heb het zo koud. Ik heb er zo geen zin in, maar dit is wel de laatste nacht. Ik wil echt van het eiland af. Het werd al snel donker, dus ik was van plan om vuur te gaan maken in mijn zelfgemaakte gat. Ik heb genoeg hout gehakt, dus ik kan vuur maken. En van tevoren heb ik deze houtblok gehaald en het schijnt dat dit makkelijk aan te maken is. Het blok staat aan en nu ga ik wat takjes eroverheen leggen, zodat ik hoop dat het brandt. A few moments later. Oh, heerlijk. Dit is echt lekker nou, jongens. En hier ga ik me nog even lekker opwarmen voordat ik naar bed ga. Nom, 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 nom. Heerlijk. Ik heb het vuurtje uitgemaakt, dus tijd om naar bed te gaan. Jongens, ik ga maar slapen. En ik zeg jullie eerlijk, ik vind het best fijn om 2 dagen alleen op een eiland te zitten. Het geeft echt veel rust. Ik ga maar proberen te slapen. Laatste nachtje. Good morning, mensen. Oh. Zeg je eerlijk, de laatste uur zijn het zwaar. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik ga dit plekje serieus missen. Ik ben hier gewoon de afgelopen 15 uur de hele tijd geweest. Voelde oprecht gewoon als thuis. Ik vind het echt een heel apart gevoel om hier nu in één keer weg te gaan. Hoi, 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 hoi. Zo! Ik vind het serieus jammer als dadelijk de 15 uur voorbij zijn. Hier word ik wel een beetje emotioneel als ik dit eiland moet verlaten. Na nog even te plassen, mezelf te wassen en van de zon genoten te hebben, was het moment eindelijk daar. Dames en heren, ik heb officieel 50 uur overleefd op een klein eiland. Ik had er zonder grappen serieus nog wel een dag kunnen zitten. Ik meen het echt. Maar als het goed is, word ik nu opgehaald. Of ja, dat hoop ik. De 50 uur zijn officieel voorbij. Ik ga weer terug naar het vasteland. Abonneer en doei.